Kijk, hij werd je schut in een envelop. Daar zit het venstertje heen. Zie je dat? Aan mijn beste vriend Beren. Oh, geef op. Maar hij niet nog één keer zo in de tenen reed, dan zal u dat nog lang heuren. Tijm, en jullie hebben vanavond je generale repetitie voor publiek. Ja, ja, inderdaad. Ja, in de toneelwereld noemen ze dat een try-out tegenwoordig. Generaal is eigenlijk zonder publiek. Dus, maar ja, altijd weer spannend. En welk publiek is er vanavond? Ja, in mijn hoofd is het volgens mij voor mensen van de BTK-zorg die, en de begeleiders daarvan. Nou, het speelt zich af in Kloetenburg, een fictief dorp hier in de buurt. En het decor is de woonkamer van Berend Prins, de boer. En ja, die heeft eigenlijk op het moment, loopt niet zo heel lekker met de boerderij, want mag je mest opbrengen op het land. En hij heeft een zoon die nog steeds vrijgezel is. Dus hij zit een beetje over zijn toekomst in. Mm-hmm. En dan komt de wethouder en de aannemer, lokale aannemer, die komen eraan. En die menen dat er onder zijn grond een thermaalbron zit verstopt. En dan proberen ze op een slinkse wijze eigenlijk wel het land van mij, zeg maar, van Berend Prins af te nemen. Het kan een heel drama worden, in ieder geval om te lachen. Ja, dat sowieso. Het wordt weer een lachstuk ook wel een sterk verhaal. Soms dan heb je ook wel stukken, is het heel leuk, maar is het verhaal wat minder. Maar in mijn ogen hebben we hier een heel goed stuk mee. Sterk verhaal met echt wel komische stukken ertussen. In het verleden, maar dat is dan echt wel volgens mij jaren 70, jaren 80, hebben we wel eens drama's gedaan, maar het is, drama. Ja, het is mooi om te spelen, maar het publiek blijft weg. Ja. Je trekt er geen zalen mee. Ja, dat is gewoon waar. Mensen willen gewoon een avond gezelligheid en lachen. Ja, ja, dat klopt. Daar komt wel op neer, ja. Ja. Hoeveel leden heeft de vereniging? Volgens mij om en nabij de 50 op het moment. En dan hebben we nog een heel aantal donateurs. Ook veel oud-leden, mensen die vroeger gespeeld hebben en op het moment eigenlijk niet meer. Maar ik moet ook zeggen, we hebben heel veel jonge aanwassen. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ben je hier, Bergen? Voor de rest wil je van gehoord, of niet? Niks ervan, echt niet. Tijmen, wij zitten hier nu gezellig in het decor. En in de zaal begint het publiek zich al te verzamelen. We zijn blij dat je nog even tijd voor ons neemt. Jij vertelde mij net, jullie hebben nu een professionele regisseur, hè? Ja, dat klopt. Ja, we hebben sinds een aantal jaar, daarvoor hadden we ook al wel regisseurs van, was altijd wel, we zochten wel naar kwaliteit. Maar toen zaten we na een tijdje in de, waren we echt wel druk op zoek. En toen kwam het op ons pad, een professionele regisseur. En ja, hebben we toch wel geprobeerd. Het kost wel wat, maar je merkt het echt met spel, met repetities, met alles eromheen. Dat is echt wel een hele grote meerwaarde op de vereniging ook. Voor zowel de nieuwe leden als de oud-gedienden, zeg maar. Ook die kunnen nog heel veel leren van een professioneel iemand. Jos, jij bent de regisseur van dit stuk. Is dat de eerste keer dat je deze groep regisseert? Nee. Ik doe dit al, ik geloof al 4 jaar bij Levenslust. En ze spelen 2 stukken per jaar, dus dit is het 7e. En dat voor de gemeentelijke financiën hartstikke slecht is, dat is jullie natuur van aard natuurlijk worst, of niet? Ja. He? Een kikker is voor jullie belangrijker dan werk. En een vierkante meter reet waardevoller dan belastinginkomsten. Belastinginkomsten, waar wie hartstikke mooie projecten voor de grond stamt. En kijk die maar heel goed uit in uw gunne plunje, hè? Ik kan ook een keer aanzien voor een kikker. En door red ik door voor jou, hè? Levenslust is een groep, zoals veel groepen hier in de regio, amateurtheater op de planken brengen met blij spelen en kluchten. En ik vond het leuk om te zien dat de groep, de spelers, ook dat ze elk jaar varieert het ook weer. Elk stuk zijn we andere groep spelers. Er zijn best veel mensen hier bij Levenslust die meespelen. Dat je ziet dat ze groeien. En dat vind ik heel leuk om te zien dat mensen veranderen in hun spel. En soms de grote spelers wat kleiner worden en de kleine spelers wat groter. Dat ze naar elkaar toe groeien en dat er ook meer eenheid gaat ontstaan in de groep. Dat vind ik. Oh, ja, die grondbelasting. Ja, dat is een vervelende zaak. Ik heb gehoord dat hij nu de tweede aanmaning al heeft gehad. Maar ja, dat ligt niet gemeen, ik heb geen hemelboet meer. Dat is het werk van mijn ambtenaren. En er zijn nou ook weer een meisje dat net helemaal nieuw is, nog nooit toneel gespeeld. En dan toch mee gaat doen in zo'n stuk. En dan en zich ook wel gedragen voelt door de rest. Ook al vindt ze het reuze spannend, maar ja, ze doet het heel knap. Leuk. Wat is jouw eigen achtergrond? Ik kom uit het onderwijs van origine en ik ben 6 jaar geleden begonnen voor mezelf als theatermaker. En ik regisseer groepen, ik begeleid kinderen, kindergroepen, jeugdtheater, jeugdmusical. Ik speel zelf een kindervoorstelling.
Ik geef workshops in de regio en ik organiseer grote evenementen. En ook grote theatervoorstellingen in de regio. Ja. En waar moeten wij dan aan denken? Aan Robin Hood met Hemelvaartweekend in Herpme, het Opluchttheater. De Passiespelen in 2019 ga ik ook regisseren. Dus er zijn ja, grote, leuke, grote evenementen. En... Goeie genade! Pa, ik ken nu ook een gevoel bij Tover aan. Welk gevoel bedoel je dan, Milo? Dat weet ik toch maar. Dat gevoel dat je Piet Pissen per ongeluk een schrikdraad raakt.